Welkom bij deze nieuwe uitzending van Omroep Bergendal TV. Vandaag in de uitzending ziet u hanenkraaien en een special van Popcorn Trantepleu. Maar eerst gaan we kijken naar beelden van de kwalificatiewedstrijd Nederland-Polen. Op tweede paasdag werd er weer het traditionele hanenkraaien gehouden bij Boscafé Marlijn op de Grafwegen. 31 hanen kraaiden uit volle borst om de eerste plaats te behalen. Dit is eigenlijk gekomen in samenwerking met Edelras, waar ik al jaren lid van ben. En dat is eigenlijk de plaatselijke pluimveevereniging in Groesbeek, vroeger, nou Bergendal. En dat hebben we gedaan eigenlijk om een oude traditie weer voor te zetten. Een traditie die veel in het grensgebied voorkwam, van Zuid-Limburg tot aan ver langs de grens naar Groningen toe.
En wij gebruiken het natuurlijk ook om Edelras te promoten, om de vereniging. Dat houdt eigenlijk in dat we één keer per jaar, natuurlijk tweede paasdag, de dag van de kippen en bij ons staan de hanen, dat we dus een wedstrijd houden bij hanen, tegen elkaar uitkomen, wie in een kwartiertijd het meeste kraait. Doe jij geen kistwedstrijd? Die gaat in kooi nummer 5. Dan hebben we kooi nummer 6. Dan gaat zo. In kooi nummer 1 komt van Bas en Anouk. Dan komt de haan Draghi. De keurmeesters zijn heel erg integer, de jury. Ja, die zijn onomkoopbaar. Hooguit voor een rekje eieren. Zo hebben we dit al jarenlang gedaan en de opkomst wordt steeds groter natuurlijk. Want het is natuurlijk ook een ludieke actie eigenlijk. Hè? Waarbij je, kijk, de meeste hanen zijn zo verbouwereerd dat ze gewoon hun mond niet meer open doen. En dat ze hier heel zielig in het kooitje zitten kijken, afwachten dat ze er weer uit kunnen na een kwartier. Maar er zijn ook mensen die trainen de hanen. En vooral de jongeren onder onze leden en die zetten een haan soms al een week lang in het donker. En pas op het moment dat ze hier in de kooi komen, dan worden ze aan het licht blootgesteld. Dus die kijken niet om zich heen wat er gebeurt. Die willen alleen maar één ding, dat is kraaien. Dit was het voor vandaag. Zometeen na de uitzending kunt u nog kijken naar een special van Popcorn Trantelplu. Ik dank u voor het kijken en graag tot de volgende keer. Let's do it.
Let's go.
Mm-hmm.